Oké, jongens, het is tijd voor mijn dagelijkse criminaliteit. Want ik ben de grootste schurk in Broekhaven die er bestaat. En vandaag heb ik een nieuw plan. Ik ga namelijk de bank overvallen van Broekhaven. De grootste bank die er is. En niemand die me kan stoppen. Oké, laten we met een Batmobile rijden naar de Broekhavenbank. En kijk eens aan. Zet hem gewoon hiervoor, dan kunnen we snel weer weg. Want niemand die me kan tegenhouden. Voor de mensheid ben ik een soort van onzichtbaar. Ik ben te sterk voor iedereen. Ik ben de grootste schurk die er bestaat. En moet je kijken wie we daar hebben. Ons slachtoffer die daar rustig aan het werk is. Laten we naar binnen stappen. Oh, dag meneer. Hallo meneer Wetten, kan ik voor u betekenen? Oh, u kunt me zeker helpen. Ik wil de kluis zien van de Broekhavenbank. De grote kluis waar alle Robux ligt. Ja, maar dat kan niet zomaar hoor, meneer. De kluis is dicht. Zeker wel. Jij gaat me die kluis nu meteen laten zien. Nou, echt niet. Je moet een pasje hebben en je werkt hier niet. En ik heb gehoord dat mensen die hier werken dat pasje wel hebben, meneer. Weet je wie ik ben? Nee, mijn naam is Batman. En jij gaat nu die kluis voor me openen, ja? Nou, dat gaat gewoon niet zomaar, meneer. Weet je wat? Zal ik het anders op een andere manier vragen? Oké, nou, ik kan het beste weggaan, meneer. Mijn naam is Batman en jij gaat nu die kluis voor me openen. Heb je dat goed gehoord? En als je ook maar één knop indrukt om de politie in te schakelen, dan schiet ik je neer, ja? En laat het een waarschuwingsschot zijn. Nee, meneer, nee. Alsjeblieft niet, oké? Doe het niet. Open de kluis van de bank en laat me zien waar die is, ja? Ik tel tot drie. 3, 2, 1. Meneer. Oké, laat het zien. Laat het zien waar die is. Ja, kom je met me mee, oké? Kom maar mee. Oké, en als je de politie inschakelt, dan heb je een groot probleem. Heb je dat gehoord? Ja, nou, achter deze deur zit de kluis, maar... Oké, open die deur. Dat kan niet zomaar, meneer. Oh, luister, ventje. Je weet dat je de grootste schurk van heel Broekhaven voor je hebt staan, hè? Ik ben geen superheld of iets. Speel je een verkleedpartijtje of zo? Oh, wat ja, is dit? Volgens mij zit je me te testen. Was dat een verkleedpartijtje naast je oor? Nee. Open die deur, nu meteen. Oké. En het laatste wat je moet doen, en dan laat ik je gaan, oké? Nee, hier hebben we de kluis. De Broekhavenbankkluis. Open die, nu meteen. Oké, meneer. Voer de code in. 1, 2, 3, 4. Wat ben je aan het doen? Dat klinkt als die niet goed is, oké? Nee, ik weet het. Opnieuw! Oké, 4, 5, 8, 9. Nee, meneer, dat is ook fout. Ik begint op mijn zenuwen te werken, hè? Oké, aan de kant, ik doe het zelf wel. Dan gaan we 3, 2, 1, boom! Nee, meneer, ik ga de politie bellen, meneer. Ik ga de politie bellen. Staan blijven, ja, open die deur. Ik moet hier weg, ja? Nu meteen. Oké. Weg hier. Ik ga de politie bellen. Niemand die me wat kan maken hier. Niemand die me wat kan zeggen. Wat doet de politie daar? Oké, laten we het hier naar. Staan blijf jij! Ik heb hem opgetrokken! Ik heb de politie gebeld, hè! Wat is er aan de hand, meneer de politieagent? Ik heb een melding gekregen! Een melding dat er een bankoverval hier gaande is! Ik weet van niks, hoor! Ik weet van niks! Weet je van niks? Waarom kwam hij dan net uit de bank gelopen, hè? Nee, ik een rare schurk of zo. Ik schurk! Ik hoor het alarm afgaan van de bank! Luister, je denkt toch niet dat ik bang voor je ben, hè? Zeker wel, ik heb de schurk van Broekhaven. Herken je mij niet meer? Wie bent u dan, meneer? De vorige keer dat ik je heel je politieauto over de straat heb gegooid. Ik ben niet bang voor jou. Laat je wapen zakken, ja? Ik ga er vandoor. Ik ga terug naar jou. Nee, ik laat je zeker niet gaan. Oh, nee, is dat zo? Is dat zo? Dat is zeker zo. Niemand die mij kan stoppen, ik ben Batman, oké? Oké, ja, ik ga je achtervolgen, hoor. Oh ja, dat zullen we nog wel zien. Dat volle snelheid zijn we weg. We zijn hem kwijt. Deze kant op. Onze Batmobile is veel te snel voor die politieagenten. Laten we deze kant op gaan. We zijn hem nu al kwijt. Oh, wat is het fijn om de grootste schurk te zijn die er bestaat. En nog beter, we hebben een geheime ingang terug naar onze basis. Moet je kijken. Dit is namelijk ons hoofdkwartier van de schurk waar ik woon. Zo, ik parkeer de auto hier. Perfect. Weet je wat? Laten we hem binnen neerzetten. Oh, kijk eens aan. Dit is perfect geregeld. De deuren weer dicht. Het is hier goed beveiligd. Het geld ligt bij het geld. Dus even kijken, mijn wapens. Het is zo fijn om een schurk te zijn van Broekhaven. Ik kan niet wachten en ik heb nog een plan dat ik wil voorbereiden. Ik laat het zien aan jullie. Vanuit mijn hoofdkwartier heb ik namelijk een overzicht over de hele stad, omdat ik de grootste schurk ben. En morgen, wanneer ik wakker word, wil ik daar naartoe. Er staat daar namelijk een privévliegtuig en die moet van mij worden. Dus wat we gaan doen is, we gaan dat vliegtuig kapen. Morgen vroeg gaan we dit doen.
man. Oh, wat is het toch heerlijk een schurk te zijn in Broekhaven. Laten we lekker gaan rusten. En morgen gaan we weer op pad. Oh, het is een nieuwe dag en het is tijd voor ons plannetje. Oké, laten we de Batmobile pakken en laten we die kant op rijden, oké? Meteen naar de privéjet daar zo. Laten we deze hier neerzetten en laten we naar binnen gaan. Oké, door de douane. Er staat daar geen wapens. Maar wij zijn een super schurk. We houden ons daar niet aan. Kijk eens aan, we hebben gewoon wapens. We laten de poortjes zelfs afgaan. Laten we binnen stappen in het vliegtuig. Ik hoop dat er geen politiecontrole is of iets in die richting. Wat zijn we nou weer? Wat moet dit hier? Wat doe jij nou weer? Oh, hier. Nee, dat is degene van gisteren. Degene van gisteren, waar heb je het over? Jij bent die Batman of zo. Laat die wapens maar vallen. Ik ben Batman. Dat klopt inderdaad. Oh, echt niet. Nee, zeker niet. Dat laat je niet gaan. Luister. Ik hoorde dat jullie nog graag naar huis wouden. Naar jullie families. Jullie vrouwtjes. Mijn kinderen. Ik wil graag mevrouw Tanja zien. Ja, Tanja inderdaad. Ik wil jullie een wijs advies geven. Ik kom hier om het vliegtuig over te nemen, ja? Ik maak grapjes met jullie. Laat jullie wapens vallen. Dat ben je zeker niet. Dat gaan we niet doen, hoor. Wij laten ze niet invloeden van jou. Jongens, laat me dit niet nog een keer zeggen. Laat jullie wapens vallen. Nee, zeker niet. Nou, meneer, jij moet je handen omhoog doen, oké? Heb je inderdaad, jij moet je handen omhoog doen. Je staat onder arrest door de politie. Okay. Dus je moet doen wat wij zeggen. Zal ik mijn handen omhoog doen? Ja, doe dat maar. Jazeker. Je hebt nog een spot voor een schurkje. Oké, ik doe nu mijn handen omhoog. Oh. Dat zal je leren, oké? Dat zal je leren. Wat dachten ze wel niet? Allemaal zollen met Batman. Ik ben de grootste en de sterkste schurk die er is. Kijk ze nou liggen. Kijk ze liggen. Oh, dat zal je leren. Dat zal je leren. Laat ze hier weggaan. Laat ze hier weggaan. Oh, geef me je geld. Nu meteen. Ik heb geen geld. Jawel. Geef me je geld. Ik heb geen geld. Ja, ruik me ook je telefoon. Nu meteen. Telefoon, maar het wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Meneer, help me. Waarom jij je nou weer mee? Wie denk jij dat je bent, joh? Pinocchio? Pinocchio, ik heb gewoon geld nodig. Ik ben overvaller. Je lijkt wel op een dikke vette piepo, man. Wat? Wat kom je hier doen? Wat voor schurk ben je? Wat gebeurt hier met dat meisje? Hij wil geld. Geef me je geld nu meteen. Laat het hem niet gebeuren. Luister, laat dat wapen vallen nu meteen, ja? Als er één iemand is hier in Broekhaven die mensen overvalt en criminaliteit doet, dan ben ik het, ja? Niet andere mensen. Oh, dit is mijn stad, wel. Heb je dat begrepen? Nee. Laat je wapen vallen nu meteen. Nee, ik laat niet mijn wapen vallen. Laat je wapen vallen nu meteen. Helemaal niet. Oké, meisje, draai om, oké? Oké, wat ga jij doen? Nogmaals, Pinocchio, laat je wapen vallen nu meteen, ja? Nee, laat jij je wapen vallen. 3, 2, 1. Oh, en anders? Het spijt me, maar jij koos hiervoor. Hier, deze kan je krijgen. Dit zal je leren. Wat? Wat dacht je wel niet? Wat gebeurt er? Mag ik me omdraaien? Draai maar om. Hij is uitgeschakeld, oké? Wat is er met hem gebeurd? Ik heb hem misschien van zijn leven beroofd. Hij moet niet denken dat hij de schurk kan zijn. Maar je hebt hem gered. Jazeker, ik ben de grootste schurk die er is. Wow, schurk? Nee, jij bent echt een superheld. Wacht, wat noem je mij? Een superheld? Zeg dat woord nooit meer, oké? Ik ben geen superheld. Hoezo? Jawel, jij bent Ik ben een schurk, ik ben geen superheld, oké? Nee, jij bent helemaal geen schurk. Schurken zijn slecht. Luister, maak dat je hier wegkomt. Maak dat je hier wegkomt, oké? Oké, dankjewel. Dankjewel, superheld. Superheld. Laat ik zijn lichaam opbergen hier zo. Oh, de politie gaat zijn lichaam zeker niet vinden van deze schurk. Laat ze hier zo snel mogelijk weggaan en we gaan terug naar de basis. Oh, maar dat superheld knaagt wel aan, hoor. Superheld. Wat een naar woord is dat. Zo, kijk eens aan. Weer een dag overleven met allemaal criminaliteit. Laten we op televisie gaan kijken. Dit is zo saai. Er zijn zulke slechte schurken in Broekhaven. Wat is dit? Breaking news. Iemand zijn huis staat in brand. Wacht eens even, misschien moet ik diegene redden. Nee, wat ben je nou aan het doen, joh? Je bent Batman, oké? Je bent een schurk, geen superheld. Maar wat als ik ga veranderen? Ik bedoel, dat ik dat meisje vandaag heb gered voelde eigenlijk best wel goed. Wat als ik opeens ga veranderen in een superheld? Dat ik niet meer die criminaliteit ga doen, maar juist goede dingen. Weet je wat? Waarom ook niet? Ik ben wel klaar met die criminaliteit. Laten we naar boven gaan, laten ons omkleden. Dan is het tijd voor wat anders, oké? Tijd om een keer het superheldenpad op te gaan. Oh, kijk eens aan. Dit is veel beter. Ik ben nu officieel een superheld. Oftewel Superman. En op deze manier ga ik proberen in plaats van allemaal slechte dingen te doen, ga ik de juiste dingen doen in Broekhaven. En ga ik proberen om Broekhaven te redden als een held. Alleen daarvoor moeten we wel een paar aanpassingen doen natuurlijk. We kunnen niet langer leven in deze Batmobile. Dus die heeft een makeover nodig. Laten we naar buiten rijden.
kleden en laat hem helemaal gaan aanpassen naar onze smaak. Oh, moet je eens kijken. Ik voel me zelfs een superheld. En laten we rondkijken in Broek even of we goede daden kunnen verrichten, oké? En als eerste, laten we naar de supermarkt gaan. Meestal gebeuren daar allemaal criminele dingen. Oh, wat voelt het goed om een superheld te zijn. Wow. Wacht eens even, er staat een auto heel erg graag geparkeerd bij de supermarkt. Laten we onze auto hier neerzetten. En waarom zie ik iemand met een wapen en iemand met een hand omhoog? Laat ik afluisteren wat hier gebeurt. Ja, jij moet alles inleveren, ja. Alles inleveren, anders ga ik je neerschieten. Nee, alsjeblieft. Ja, zeker wel. Superman. Ik ga je neerschieten, oké? Te gaan helpen. Dus alles inleveren en ik trek ook heel die kans alleen voor jou, als je komt. Hey, wat doe jij nou weer, hè? Wie ben jij? Wat doe je hier? Je dacht me te komen verstoren, ik ga je ook neerschieten, hè? Mijn naam is Superman, oké? En ik kom hier om Broek even te redden. Oké. Luister, laat je wapen vallen, oké? Weet niet nee, wie je zeker bent. Niet. Jij dokter puntneus. Maar laat het wapen vallen nu meteen, oké? Dat is ook serieus mijn naam, hoe ken je me? Anders breek ik dat wapen net zoals dat je neus gebroken is, oké? Dat kan je zeker niet doen, hoor. Ik ben veel sterker dan jij. Luister, ik ben in het verleden een schurk geweest. Dit is niet de juiste mogelijkheid wat je moet doen, oké? Heel zeker wel. Dit is niet het juiste pad. Laat je wapen vallen en ik laat je met rust. Nee, zeker niet, hoor. Nee, weet je dat heel zeker? Ik weet dat heel zeker. Oké, laten we dit buiten oplossen, ja? En niet hier. Wat dacht je daar? Ik vind het helemaal goed, hoor. Kom, dan gaan we naar buiten. Oké, naar buiten jij. Ja, ja, is goed. Dan komt dan deze kant op. Zorg dat je je zaak op slot doet, oké? Zorg dat er niemand meer binnenkomt. Ja, doe ik meteen, dankjewel. En zeg tegen iedereen in Broek even dat Superman terug is in de stad, ja? Ja, is goed hoor, meneer. Dankjewel, Superman. Ik ga weg, ik ga weg. Hé, waar ga jij? Dat meen je niet. Jij loser. Oh, nee. Kom hierheen. Jij, kom hierheen. Zeker niet. Oh, ik snij af. Oh, wat gebeurt er? Wat zal je leren? Wat doe je nou weer? Uitstappen jij! Je dacht dat je sterk was, hè? Oh, ja, zeker ben ik sterk. Ik ben sterk genoeg om jou te verslaan, oké? Oké, maar ik ga niet eens mijn wapen trekken, joh. Je bent toch zo'n mietje die ik wel aan kan. Oh ja, zullen we dat wel zien? Zeker, is goed. Ik vlek je terug, hoor. Hier, pak af! Dat zal je leren. Vertel mevrouw dat ik voor haar haal. Nog je wel niet. Nee, opstaan jij. Je gaat in de boeien nu meteen, oké? Opstaan jij. Handen achter je rug. Ik heb geen boeien bij me. Ik doe een tie-rip, oké? Oké. Zo, kijk eens aan. En jij gaat bij me. Auw, veel te strak, man. Okay, stap maar in mijn auto. Ik breng jou naar de politie. Is goed. Oh, kijk eens aan. Dokter Puntneus, we zijn hier bij een nieuwe bestemming. Oké. Dankjewel, meneer. Dat is enorm. Kom weer, schurk in leven, dokter Puntneus. Ja, kom maar in de bak, jij! Ja. Ik wist ook dat ik deze plek kon overvallen. En nu zit ik er zelf in deze pak. Ja, Superman is de naam. Ja, oké. Nou, Superman, heel erg bedankt voor je hulp in ieder geval. Ik ga wel verder afhandelen met die rare schurk. Ik kom iedereen helpen waar het ook maar nodig is. Ik ga verder in de stad rondkijken of er nog wat nodig is, oké? Oh, het is aardig rustig in Broekhaven. Ik heb niks meer. Wacht eens even. Was dat een knal bij de bank? Wat was dat? Oh, dan moeten we heen. Huh? Er gebeurde hier iets. Uitstappen. Kom op, Superman. Oké, hier ligt het pasje. Pasje pakken, naar boven. Hallo, handen omhoog. Waar zijn ze? Oh, ik zou superheld niet zijn als ik niet zou weten waar ze zijn, hè. Ze zijn hier doorheen gegaan. Ik weet het zeker door de ventilatieschachten. Deze kant op. Hohoho, kijk deze buit die we hebben verzameld. Ja, kijk deze buit. Kijk wie we daar hebben. Wie ben jij? Mijn naam is Superman. En jullie dachten dat jullie de Broek even een bank konden overvallen, hè? Dat hebben we zojuist gedaan. Dus wij kunnen dat zeker doen, meneer. Jongens. Laat die wapens maar vallen. Nee, zeker niet. Ik ga je neerschieten, hoor. Is dat zo? Ik tel tot 3. Ja, zeker. Laten jullie de wapens vallen of schiet jullie neer. Dat telt tot 3. Nou, is goed hoor. 1, 2. Alsof ik niet weet dat getalletje 3 is. Ik ben gegeten hoor. Wat dachten jullie wel niet? Een beetje dolle met Superman, hè? Dat zal ze leren. En de politieagenten komen deze lichamen wel ophalen. Ik ben een superheld en ik heb weer Broek even gered voor de zoveelste dag. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!